In een appartementencomplex aan de Nijmeegse Henk van Tienhovenstraat ontstond vrijdag brand. Die kon snel geblust worden, maar er ontstond veel rookontwikkeling. Daarom moesten de bewoners van het gebouw tijdelijk naar buiten. De brandweer hielp daarbij, want niet alle bewoners zijn goed ter been. In het appartementencomplex met de naam Isolde wonen vooral veel ouderen. Niemand raakte gewond. En hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.